force feedback van de DD hebben ze goed gezet. Dus jij gaat gaan winnen vanavond? Nee. Oh. Gaan we, jongens. Nou, we waren netjes. Volgens mij schaadt netjes. Het is donker. Nou, dit was bijna achterkant. Sorry. Oh, kom op, man. Dit is nasty. Dit is nasty. Dit is op een recht stuk, joh. Ja, payback, I guess. Ja. Ah, dit is niet cool. Dit was op een recht stuk ook, man. Jezus. Wouter, want ja, wat goed. Hey. Ik ben nummer 1. Ah. Hey, volgende zat ik goed, joh. Tik-tik, ja. Ja, ja, ja. Ik kan nog een kans bettelen. Ja, maar dit is niet cool. Ik ben echt gewoon... Nee. Volgens mij was dit payback van vorige week. Want dit was een rechtstuk en hij zit hem letterlijk in mijn achterkant te poren. Dat is echt wel drie plekken kijken straks. Beschadigd. Ja, dat is niet cool. Ja, mijn motor is beschadigd. Mijn aero is beschadigd. Mijn rechter voorwiel is beschadigd. Stuk, ja, dit is wel dit is wel gaar, man. Hey, Bin, sta jij op hard of medium? Wat zei je? Staat jij op hard of sta je op medium? Hoezo? Kut, ik glij al weg. Dus je kan me gelijk in hoofd dus. Nee, ik kruip mediums. Ik calculeer in dat ik word geraakt in de eerste ronde door Smash. Had je wel. Ik weet wel dat ik door alles hier geraakt ben. Dat is inderdaad Gran Turismo 7. Nee, ik beukte hem niet in de bocht. Dan krijg je ook gewoon een gelijke time penalty voor namelijk. Ik zit een vlak op de Smash. Kijk, ik voel een leuke kant. Ik voel gewoon een leuke deze. Ik dacht dat ik mijn eigen grootste vijand zou zijn. Nou, ik vijanden. Goed dan zo, dankjewel. Goed dan zo, dankjewel voor de riester. Jezus Robert, zo langzaam! Ik weet niet eens waar ik moet rennen, joh. Ik heb deze screen. Niet! Ja. Ik heb hem opgezocht. Ja, ik heb wel naar de kaartje gekeken.
De mediums beginnen nu al, man. Je zat iets veel te curb. Ja, helaas wel. Dat is natuurlijk iets gebeurd. Oh my god, mijn geluid is niet meer sync. Wat? Als ik op mijn paas druk, is het autodrive of niet? Want ik heb het uitgezet, maar heel vaak staat het gewoon aan. Weet u het zeker? Nee. Ik neem het geen geld op dit. Kutzooi. 99,9%. Ja, het geluid is niet meer sync, dus ik word helemaal gek met schakelen. Ik heb het gefixt. Oef. Het heeft me wel wat tijd gekost, helaas.
stop man. Mediums, 7 rondjes, helemaal kapot. Toch even eerst te doen. Kijk, hè. Dat was de eerste keer. Ik ben wel een beetje vol. Doet iemand denk wat ik wil, ik weet eigenlijk niet hoe ik kan. Het is nu eerste rij. Niet. En die zit natuurlijk in de fitnessclub wel. Jazeker. Gewoon de eerste bocht een hoop puin op voor me. Ik weet niet wie het was. Maar... Ja, Tuf pikte mij eraf. Ah. Oh, was Tuf dat? Ja. Nee, lekker man. Oh, dat ging net goed. En voor jou niet, helaas. Ja, had al verspeld, hè? Voort in de wand. Ik vind die laatste bocht klote man. Echt geen idee hoe die nou het snelst is. Jezus, op soft smash? Yep. Wauw. Top, echt jongen. Netjes. Hoe dan? Ja, het is echt wel een baan op voor soft smash. Voor de eerste twee rondjes ben je echt fucking snel. Ik heb bij iedere bocht het gevoel dat echt je exit speed heel belangrijk is. Dat is bij elke track. Nee, maar toch, hier ik heb die time trials zeg maar gedaan. En toen ging ik me daar focussen. Nou, dat scheelt echt veel. Ik wil eigenlijk nog die dingen. Rappie rempedaal, zeg het eens. Noodje dan? Ja, die wil ik eigenlijk maar schaffen ook. Maar ik vind het nu eigenlijk ook wel prima. Alleen het moet schijnbaar zoveel fijner zijn. Welke stage heb je dan? Hè? Welke stage heb jij dan? De DD Pro. Dat is een heel nice ding, man. Ja, nu is het wel weer nice op dit spel. Vorige week was het echt... Dat maakt het niet uit. Je merkt er geen verschil tussen een Logitech op dit tussen. Door die patch. Is dat nu wel weer gefixt dan? Ja, dus gefixt, alle krachten is weer terug. Want ik had hem op krachten staan. Dus ik reed de pits uit op deze baan en ik schrok mij helemaal kapot. Ja, en iemand in één keer van nul kracht naar alles. Met mijn vingers. Vorige week, man. Je hebt een stuurtje, ik zit op een controle. Ja, dat is iets meer een probleem dan.
Tough cheat ook. Hij gebruikt lachgas denk ik ofzo. Jezus, wat is een beetje snel. Ah, oh, ik was hem bijna kwijt. Volgende week woensdag tegen Robert Doornbos rijden, man. Oh? In de sim. En als ik sneller ben als hem, dan krijg ik er geen kaart voor Zandvoort. Tenminste, gewoon de snelste van de dag. En via het werk ben ik uitgenodigd om in Amersfoort of zo. Dan gaan ze een 4D sim weerzetten, heel de dag. Oh, bless, dank je. En een kartspie gaan ze opbouwen. Ik dacht, je hebt rechts langs. De teller staat 2 volgens mij. Easy on the curbs. Doe de schoen nou seinen naar iedere bocht? Dit is het. Dat is het. Kan zeker laten tegen je leven. Zijn handen gelijk. Hoppa, dankjewel voor die wissel. How does it rain down in Africa? Gonna take some time to do the things you never had. Kies, ik koos jou. Vlam in de pijp aanval. Ja, nou, ik heb wat goed te maken. Ik werd er letterlijk voor 3 afgereden. Helemaal met de kapotte motor en de rechter kapotte wiel. Terug moeten limpen naar de fucking pits. In ronde 1 dus al de pits in geweest. Nou, helemaal kut. Je rijdt er wel weer derde. Ja, maar ja. Dan moet ik wel bepaalde risico's nemen. En dan nog 38 seconden achter hem heen. Dus dit is onmogelijk geworden. Ja, en dan straks nog een keer lang moeten tanken ook. Yep. Ja. Ik weet trouwens soms niet hoe anderen dat doen met de slimme. We waren net mooie battles met Boy trouwens. Sorry. Ik zat helemaal in de concentratie naast elkaar. Moet je laatst eigenlijk op jou kiezen? Ja, daar reken ik ook wel een beetje op. Ik had zoveel overspeed de hele tijd. Die medium banden 1500 vol? Nee joh. Nee. Ik had origineel bij mijn strategie dat ik na 6 ronden
Einde ronde 6 naar binnen zou gaan met medium. Dat liep allemaal ietsjes anders natuurlijk, maar dat is wat ik had geoefend. Force is strong on this one. Ik heb mezelf wel een beetje. Dankjewel voor die vallen. Ik schakel twee keer terug en dan flip ik erin. Nou hoor, dat is nummer 5. Lange stop doen hoor. Ik kom net de pits uit, hoe heb je al 3 seconden aan je broek hangen? Oh, dat was voor de pit. Oh, telt hij dat niet op bij de pitstop, hé? Nee, niet. Ik dacht van wel, ja. En anders krijg je maar 3 seconden, dat is de baan, ik krijg de tijd. Ja, dat is wel waar. Dat is logisch, dat wel. Nou, dat moeten we niet willen, hè, dat het klopt. Nee, ik heb geen kans. Oh. Het wordt leeg, denk ik. Ja, ik had 0% over. Oh, dus, ik denk al wel, waarom kom ik zo dicht op zo snel voor jou? Ja, hij was niet helemaal leeg. Pit inrijden was hij 0.1. En pit scherm zijn zelf 0.0. Dat was een ook. Forza? Ja, ik ben altijd hype voor een nieuwe race game, want Forza sowieso wel. Ja, goeie avond Romero.
Yes, thanks Matthijs. De crash gaat met Tuf. Dat vind ik niet goed. Ze zijn allebei in de pit zelf. Was het zo erg? Ik heb geen motor meer. Ja, dat is wel lastig met racen. Ja, ja. Hij knippert in ieder geval. Wie Tuf of jij? Van afpakken. Van Tuf knippert de hele tijd met zijn lamp hoor. Oh, dat betekent niks. Nou, hij speelt bij controle en dan drukt hij de hele tijd per ongeluk L3 in. Op het begin dacht ik echt dat hij super geïrriteerd was. Ik denk, wat zit je nou met de knipperen, man? Pumperklever. Yo, goeie avond, Kajen. Ik speel op easy mode. Oh, ik krijg nu ook krap in mijn handen.
zijn de planten wel was. Je ging niet zo goed meer boy. Oh, sorry. Oh, jongen. Hij is al heel. Deze blauwe vlag is wel bij jou. Oh, fuck, fuck, fuck. Ja, ik ga naar buiten komen. Ja, ik zat ook naar buiten. Dat al bij de man. Oh. Raak ik jou dan? Nee. Nee, nee. Oh. Ik ja, mijn banden zijn niet meer helemaal de nieuwe kleuren. Die vrij is ook echt niet normaal. Als je achterrijdt, dan gaat dat volgen. Ja, ze gaan de goede kant op hoor, dus maak je geen zorgen. We rijden nog. Ze zijn zo snel weg, hè? Niet normaal. Hoor. Ja, het is hard. Nee, maar ook van uit de bocht heb ik wel het idee. Wow. Ik moet dan nog in het binnen hoor. Oh, daar gaat hij. Ja, die kwam niet. Ligt hij ook ergens track limits of zo? Volgens mij niet. Maar wat ben je eigenlijk? Bij die bruine chicane brief heb ik dan net wel heel goed opgezet. Toen bakte ik fuck op, omdat ik het licht moest fixen. Kut, sorry. Ik denk, nou, dat red ik nog wel.
kut, ik heb de verkeerde ballen eronder gegooid. Wat ver. Regenbal? Nee. Hards. Ik push mediums aan. Zeker het einde houdt. Zeker. Ja, trouwens, bij het zesde rondje werden ze al een stuk langzaam. Dus ja. Ik weet niet wat er is. Dat is misschien vier rondjes wat sneller. Bandensettings die staan daar net goed voor. Ik zou heel veel mensen allemaal op mediums gaan rijden. En je kan nu maar heel even maar doen. Ik had gisteren gereced met deze settings 10 rondjes op deze baan. Voor een multiplayer, zeg maar. Dan had ik de lobby aangezet. Heel veel mensen met softbanden. Ik ga niet te vloek aan het einde, jongens. Die zijn dan wel een stuk sneller. Die helemaal 1,39 en zo, zoals de buff. Maar dan na het zesde rondje, want dat is helemaal geïnteresseerd en zo. En toen noemen ze mij cheater. En dan kan je terug bij. Yes. Ja, Koosje, die moet nog wel een keer naar binnen, hè? Nou, je mag lang denken, maar zeker niet. Heb jij gewoon een vat benzine dan achter op je auto staan? Je moet gewoon slim rijden, hè? Ja, dat dacht ik net ook te doen, maar... Ja, als ik vlieg nou ook van de baan af, is ook niet echt handig. Wij zijn ook gelukkig in je tank, hoor. Nee, hoe heet het? Na die pijn op van ronde 1, dan moest ik wel wat passeren, dus... Maar rij je dan op 4 of 5? Nu op 1. Ik ga niet allemaal mijn trucjes verklappen, hè? Ja, kan je gewoon maar de hele YouTube-video terugkijken als je wil. Ja, maar dat staat precies jouw hoofd over die... over die instelling, denk ik. Ik ben mijn concurrent, hè? Die hoef ik niet wijzer te maken. Ja, maar ik ben toch geen concurrent? Ja, nou. Gaat er derde? Iedereen. Ja, voor deze race misschien. Nou, en dat word ik nu, hoor. Beetje vertrouwen in jezelf. Maar er komt een beetje keihard dichtbij. Een koning in 1,41 rijden achter. Nou, ik denk als je heel de race 1,41 rijdt, dan weer. Zou ik niet? Hard op weg. Ja, dat wil ik. Hey, Russell zegt het ook, hè. Je hoeft hem niet snel te zijn. Hij is meegenomen nu. Wat een held, joh. Het is wel knap wat hij doet, hoor. Ja, zeker. Ik vind het wel zonde te janken in een kutauto. Ja, jankt ook wel. Ja, maar... Hij jankt ook, hoor. Hij heeft wel iets beter. Ja, en... Ze zitten er gewoon naast in dat vuur. Ja, dat hebben andere teams hebben dat voor die in het systeem gedaan. Want de teams die waren er niet zo bij met de... Ja, dat is nou gewoon derde. Ja, dat wel. Ja, Russell die stond er hoeveel punten nu achter Leclerc? Nee, 18. Voor minder zelfs. Hey, heb ik elk jaar vertrouwd. Als je een vertrouwbare auto hebt. Ja, dat kan wel, hoor. Dat is gewoon heel snel. Blauw vlag, mijn boy. Yes, ik ga naar rechts.
maar. Dat is niks. Dankjewel, man. Hoe lang duurt het pitstop? Alleen maar. Heel kort wel. Ja. Ik heb de exacte tijd niet opgeschreven, maar hij is echt heel snel. Vergeleken met andere banen. Ja, zoiets denk ik. Maar soms moet je 27 seconden wachten voordat je überhaupt bij je pits bent. Nee, we zullen even kijken. Pakken op rood. Nee, ik heb een. Ah, ja. Ik ben met een Subaru WRX STI. STI Power. Ja, ik vind het een heerlijke bak hoor. Hij is heel stabiel. En vorige week op de Rebelring was hij echt mega. Dat was echt niet normaal. Laatste bocht. Milko? Ja, kom maar. Ik ga hier eens lekker. Tik, we gaan het podium niet aan. Geen achter mij, sneller. Maar. Het zijn er nu 7 rondjes. Dus als ik nou even mijn best doe. Ja, je hebt verse bandjes, neem ik aan. Ja, maar dan moet je ook wel goed rijden. Ik heb enorme verse bandjes, alleen dat had ik niet op zijn. Luister Robert, kom maar zo aan. Ga je achter je liggen. Ja, dan rechts. De racelijn naar Robert dit. Ik weet niet of het de racelijn is. Ik heb niet dat is zeg maar de kortste route. Nee man. Vaak de snelste op het circuit. Ja, wat doe je Robert man? Hallo, mag een beetje baan hebben. Kerel, ik zeg dat je bent de achterligger hè. Ja. Je duwt je direct de concurrent van de baan man. Ah fuck, dit had ik niet hier moeten doen. Ah fuck. Het kost zoveel tijd, waarom doe ik het nou? Zenuwachtig. Ja, die podiumplekken. Oei. Ja, ik ben zenuwachtig. Zou het zijn? Ik ging heel laat remmen, maar dat was ook. Dat moet je niet doen, je moet je gewoon vasthouden aan wat je de afgelopen 40 rondes hebt gedaan. 30 rondes, sorry. Ah oh fuck, ik moet nog op een andere ding ook nog gaan rijden. Ik ben ook in 5 ronden. What the fuck, hoe kan dat nou ineens? Oh,
Oh. Ik heb nog de zuinigste stand staan hoor, waar ik zo traag ben. Ik moet ook, ik heb nog maar 2%. Ah, oh, ik had er binnen moeten denk ik. 0.4, 0.3. Ja, dat ga ik doen, rennen man. 12 seconden tot mobiel. 0.3. Ah, dit red ik niet meer. Nou man, hij is er. Mag ik blijven? Let. Ja hoor. Twee rondjes stond hij net nog. Ik ga hem maar doen. Red hem, mag ik je achter. Ja, no fuel, ja. De zon te remmen de bocht door. Oh. Ah, is je leeg. Ah, ik heb misschien net. Kut, hij is leeg, boys. Ja, dat is dom. Ah. Je was nog heel kort voor het einde op bij de dingen. Woe, mijn benzine was ook bijna op, maar ik werd echt net gered, jongen. Ik heb de laatste ronde echt alleen maar in de zesde versnelling gereden. Alleen maar. En half gas. En engine mode 6. Dat was echt de enige manier waarop ik die nog zou kunnen redden. Je gaf ook hoop, coach. Ik dacht, pak die snelste race ronde, maar dit was het. Oh nee, ja, ik begon letterlijk de laatste race ronde en ik zit denk ik 0.7 rondes heb je nog rood knipperend in beeld.